Mijn naam is Veronique Kwant en ik ben de directeur van een wijkgerichte welzijnsorganisatie in Haarlem. De burger die een steuntje in de rug nodig heeft, wat kan hij aan deze sociale agenda hebben? Nou, dat vind ik wel een hele indirecte vraag en een verwachting die heel hoog gegrepen is. Maar laat ik het zo zeggen, in ieder geval kan hij er wat aan hebben als we arrangementen, nieuwe arrangementen, dicht bij mensen organiseren. Waar heel veel, wordt allianties, werd er vandaag gezegd. De woningbouwcorporatie, de burgers die in een wijk wonen, welzijnsorganisatie. En dat de gemeente daar commitment heeft. Hè? En dat de provincie hen daarin ondersteunt. Dat ze weer van, ja, leg het, de verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij mensen die dat steuntje nodig hebben. Dan hoop ik dat ze er wat aan gaan hebben. Nou, wat ik heel belangrijk vind, waar ik in de sociale agenda, is dat de provincie ook nadenkt over de invloed en de macht van de zorgverzekeraars op de zorg die mensen nodig hebben. Dat vind ik heel erg belangrijk, dat dat ter sprake komt. En ik hoop dat de provincie daar een visie op gaat ontwikkelen die de burgers gaat helpen daarmee. Ik zelf denk dat het heel erg belangrijk is dat we de indicatiestelling eigenlijk heel erg klein maken. Dus indicatiestelling is op het laatste moment dat we zoveel mogelijk zorgen met informele afspraken en allianties. Commitment van mensen, dat we op die manier veel meer de mensen actief maken en houden. In plaats van de indicatiestelling en het recht als voornaamste om voorop te stellen.